Dat is een concept waar Paul van den Broek, curator van het KMSK, en ik zelf al een tijdje naar op zoek zijn, eigenlijk om steeds een veranderende ervaring met de kunstwerken te hebben. Dus eigenlijk vroegen we ons af, hoe kan je telkens een kunstwerk op een nieuwe, bijna fysieke manier ervaren? En dan leek ons, ook omdat Paul en ik op een vrij analoge manier rond energieën en gevoeligheden werken, hij zowel in het samenbrengen van kunstwerken, ik op mijn manier als choreograaf met het lichaam. En op die manier leek het ons bijna noodzakelijk om dat soort dans en dat soort kunstwerken in een eeuwige verandering en vloeibaarheid te samen te brengen. Het MAS heeft het uiteindelijk gehuisvest. Dan had er eerst andere musea ook wel geïnteresseerd waren. Is het MAS die uiteindelijk heeft gezegd van bij ons is er een plaats om dit te doen, dus jullie kunnen dat hier doen. Dus we hebben het eigenlijk als gast hier echt wel ontvangen in samenwerking met de KMSK. Ze hebben er een beetje voor gekozen om eigenlijk de dansers veel meer dan normaal gezien papieren of textuele uitleg of mensen die rondleiding doen, dat ze toch wel meegaan in het lichamelijk verhaal en ze zich eigenlijk openstellen voor de dans en op die manier, op een nieuwe manier naar de kunstwerken kijken. Het is soms heel belangrijk om op een heel intuïtieve manier en vanuit het buikgevoel, emoties nog iets een beetje anders, maar vanuit een heel gevoelige manier te durven naar dingen te kijken en te durven tijd te nemen. En dat is eigenlijk hetgeen wat we willen doen.